Will you marry me? Morgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we maandag. Nee, zaterdag. En vanochtend is het de boekenruildag in de WIP. Dus daar ga ik naartoe. Mijn trui ligt hier ook maar een beetje halfstok. Hallo, het is nu 8:40 ongeveer. En ik ga al wandelend vertrekken naar de boekenruildag. Tot straks. Het is nu 2:00. Ik heb gekarkt, een pompoen uitgehold. Maar het is een video van, dus die gaan jullie later zien. Ik heb ook zo'n pompoensoep proberen te maken, maar hij is niet zo lekker. Dus kijk, ik vraag of dat mijn moeder hem wil. Anders weet ik nog niet wat ik er anders mee ga doen. En nu ga ik aan het bloggen. Hallo, ik heb net een review geschreven over het boek Schaduw van de Vos. Van Julie Kahawa, een Hawaïaanse, die eigenlijk geboren is in Amerika. De review staat al online als jullie deze vlog zien. Nu ga ik mij opmaken en even op TikTok gaan. Net mijn make-up gedaan, mijn make-up with me. En nu ga ik vertrekken naar de winkel, want blijkbaar geven ze kortingen. Hallo, het is Fobbe. Ik ben net thuis van de Colruyt. Want in de Colruyt was het 50% korting op alle groenten, fruit, kaas, yoghurt, brood. Alles die eigenlijk vlees, alles die je kan bederven. Aangezien dat de Colruyt in Ieper een week gaat sluiten. En dus heb ik een hele voorraad gekocht. Ik laat jullie meteen zien wat. Het is tijd voor een boodschappenhaal. Oké, dat hebben we gekocht. Light kaas. Nog meer light kaas. Nog meer light kaas. Van die vierkante plakjes. Lentesalade met groenten, lentesalade met groenten, omdat het de beste vegetarische slaatje is. Die is uitgevonden en die heb ik gebroken. Roompjes. Helemaal niet zin. Vegetarische shell, dus een vegetarische worst. Vegetarische braadworst, vegetarische schnitzels, nog meer vegetarische braadworst, kruimeldeeg om kiesjes mee te maken, nog meer vegetarische worst, nog meer vegetarische braadworst, want die dingen kan je ook allemaal invriezen, dus dat is wel handig. Drie preien. Ik kan ze misschien ook terug in de aarde zetten. Een selder. Will you marry me? Twee bloemkolen. Twee tomaatjes, zes wortelen, twee roompjes, drie paprika's, één pot puur natuur bio-yoghurt,
Ik eet dat niet zo heel vaak en dat wordt slecht, dus daarom maar één. Twee witte broden, één om in te vriezen en één voor mijn kast. Er was geen bruin brood. Champignonnetjes. Dus ik ga vanavond heerlijk vijf kunnen koken. Ik ga ook soep maken. Nog een zak. Een suikerbroodje. Nog een pak braadworst. Vegetarisch. Nog twee tomaten. Zakjes, want ik had genoeg groenten mee, dus ik kreeg vijf van die gratis zakjes. Druiven. Twee pakken soepgroenten. Nog een paar kruimeldeeg en nog vegetarische worstjes. Ik ga jullie even mijn buit laten zien. Mijn buit. Waar gaan we eerst beginnen? Vandaag was het trouwens boekenruildag in onze bibliotheek. En ik heb dus dit boek mee. Een boek van Lucinda Riley. De auteur van De Zeven Zussen, De Lavendeltuin. Het is geen boek uit de reeks trouwens. Van De Zeven Zussen. Ook dit boek van Snelle Kost van Jeroen Meus. 30 recepten in geen tijd geserveerd. En één boek heb ik ook geleend uit de bib, dus die heb ik niet om te houden. Maar het boek Op je lijf geschreven van Mayra Louise. Een plus size blogger en ik heb al veel goeds over dit boek gehoord. Dus ik ben blij dat ze hem nu in de bib hadden. Ik ben vanavond nog ook hier naar mijn ouderlijk huis geweest. Ik ben namelijk soep aan het maken. Mijn mixer is stuk gegaan tijdens het soep maken. En ik had echt geen soep eten met brokjes. Dus ik ben naar mijn ouders geweest achter een mixer. Welke hadden zij in een overschot. En nu ga ik vlug mijn eten klaarmaken, want het is al... na 8 uur. Allee, bijna 8 uur, dus ik heb echt honger. En ik ga straks slapen, dus eerst eten. Butternuts en patatjes. Courgettesoep. Deze twee zakjes soep morgen in de diepvries. De andere soep heb ik in de bokaal gedaan. Wow, leg. Ik kan mijn frigo nog voller zetten. Lol. Hey. Ik heb mijn make-up afgedaan. Met zo'n make-up wipe doek. Die je kan vinden in een beauty shop. Of Varia Techniques. Waarvoor je dus geen product nodig hebt. Enkel warm water en dat doek. Echt handig. Ik kom trouwens in bed zitten, want ik heb zin om te gaan lezen. Het is namelijk tijd voor een nieuw boek vandaag. Dus dat gaan we doen. Sinds ik ben trouwens al iets van een week of zo elke dag mijn mond aan het spoelen met mondwater. En ik raak steeds meer gewoon aan de smaak. Ik vind het al niet meer uber slecht. Gewoon, ook niet goed ondertussen. Het is nu 9:30, dus ik heb nog eventjes om te lezen. Yuppie.